Yo, beste mensen van het schoolleven. Mijn naam is Darko en het is veel te vroeg. Ik heb 3 uur geslapen. Het was gisteren iets later dan verwacht. Moeten we weer gaan werken. Dus op naar het werk. Vandaag gaan we iets leuks doen. Nee, totaal niet eigenlijk. Vandaag gaan we iets doen wat ik normaal gezien al lang had moeten doen. Maar laten we zeggen dat ik overlaatst mijn vriendin had afgesproken. En die komt hier thuis en die zegt van, what the fuck, dat moet al lang gedaan worden, dit, dat. En dat is belangrijk. En oké, als jij dat belangrijk vindt en je weet niet wat doen. Oké, kom me dan helpen of zo. Gaan we nou iets doen wat enorm belangrijk is blijkbaar. Je kunt er helemaal uit. Dat moet gewoon. En ze heeft gelijk. Dan kunnen jullie terwijl ook kennis maken met Lina. Want dankzij haar ga ik nu iets doen dat ik al 4 jaar heb uitgesteld. Ik ga nu werken, dan ga ik naar huis en dan ga ik toch nog even een powernapje doen, want ik moet vandaag in 2 delen werken en ik heb er eigenlijk geen fuck zin in, want fuck zo'n gesplitste delen, I hate it. Echt waar, maar net op tijd. We zijn aan het werk, het koffieke staat al in de bus. Ik ga mijn eerste deel werken, ik ben kapot. Tot 9:30 moet ik werken en dan moet ik pas om 3:15 terug zijn. Dus het enige wat je dan gaat doen is gewoon eten, maar mijn meal preps zijn al gemaakt. En dan kan ik gewoon eigenlijk slapen, eten en dan terugkomen werken. En dan vanavond, dan gaan we iets leuks doen. Ik kijk er eigenlijk echt naar op. Naar uit, maar naar op. Echt, dat is echt niet oké. Maar ja, het is nu zo. We zijn thuis, eerste deel. Kan ik gaan slapen, maar ik kan niet gaan slapen voor ik heb gegeten en hiermee een beetje heb opgeruimd. Gisteren heb ik een soort van vergadering voor Beierland, dus die nieuwe roleplay server waar ik ga spelen. Daar heb ik gisteren een vergaderingetje mee gehad, dat was wel super nice. Er gaan echt super nice dingen aankomen qua content, next level, qua professionalisme eigenlijk in het korps en zo. Om echt zo echt mogelijk de game te spelen. Het gaat echt super nice zijn. Het gaat echt zijn zoals ik het eigenlijk zou willen. Want we hebben hier onze Calipo. Hi Flippy. Hoe gaat het met jou? Dit weekend is de Ben langs geweest en hij heeft me weer iets geleerd. Hier zit Fusty in. Fusty, yummy yummy yummy. En je raadt nooit wie dat super lekker vindt. Vingertje, kijk eens wat hier is. Fusty, kijk hier, yummy. Lekker aan Fusty. Yummy, Fusty. Yummy, Fusty! Ongelooflijk, die vogel. On the way to the work. Oh ja, we gaan knallen. Ups, okay. 31.000 kilometer zie ik hier op de mooie dingen staan. 31.000 kilometer. Dat is niet slecht, dat is niet slecht. Hopla. Dan gaan we eens kijken dat we hier mooi kunnen uitrijden. Zo, voilà. Daar zit een buurman weer op zijn gat te kijken naar de mensen die passeren. Hatelijk. Oké, wat moet ik nog halen? Zo'n antislipmat. Moet ik niet vergeten, dan kan de camera blijven staan, kan ik iets sneller en vlotter rijden. Op weg naar het werk. En nadien gaan we iets leuk doen. Al ja. De dame die ik ga zien is leuk, maar het gaan we gaan doen. Daar heb ik echt geen zin in eigenlijk. We kunnen hier alles even in het leven. Te laat. Ik ben sowieso de office te laat om te zich aanschuiven. Ik weet niet waarom. Om 2:30, een vakantie. No stress. Stress in het leven is van niks goed. Maakt je wijn alleen maar kapot mee. Misschien wel beter 5 minuten vroeger vertrokken. Maar het liep weer fout. Ik vond mijn pasje weer niet. Uiteindelijk moest ik nog in de douche kruipen. Dan had ik die mail beantwoord. En kreeg ik ineens een respons waar ik toe op reageerde. En ik was weer het uur uit ook verloren. Hè. Vandaar dat ik zeg, ik ben altijd te laat. En ik ben altijd productief bezig. Ik kan niet niks doen. Ik ben altijd wel met iets bezig wat dat productief is. Waar ik voldoening uit haal. Bijvoorbeeld chill in mijn haar gedaan. Wat dan niet nodig zou zijn. Want ik heb een eigen haar. Maar toch zijn van die details die nodig zijn. Ja, we zijn aan... 2 hours later. 3 minuten te laat. Wij gaan nu in de bus, wij gaan richting Kruinum. En jongens en meisjes, dan gaan we zo meteen na het werk richting Lina. En dan gaan jullie zien wat ik moet doen eigenlijk. Al 4 jaar. Ja, al 4 jaar. En ik ga ook nog laten zien in de vlog hoe... hoe ge... Oké, speciaal voor Snorri. Snorri, ik ga vandaag ook nog eens laten zien hoe ge moet tanken. Dat is belangrijk. Je ziet elke vlog wel dat ik aan het tanken ben, maar niemand zegt hoe het moet. Ik ga je dat vertellen en ik ga het op een speciale manier doen. Want deze week heb ik geld afgehaald. Ik had in plaats van 5 briefjes van 20 briefjes van 5 afgehaald. En daar kan ik geen klote mee doen, dus heb ik een idee. Ja. Je gaat het zo meteen zien. Was de mannen met een Swiffer van dienst. Genieten. Kijk eens aan. Hey Swiffer. Goed hè? Alleen daar nog een beetje. Links. Daar. Lukt het? Nee. Waar is Lamke? Dat kan toch niet? Allee, joh. Ja, echt chic, joh. Mooi lampje. Doe nog eens.
Dat is kapot, hè? Nee, het is niet kapot. Ja, ik heb het gezien. Ik had het gemaakt daarnet. Ja, geen goede maker dan, hè? Jawel. Maar dat is altijd zo... Even. Ah. Wat is hij aan het doen? Amai, chic. Mooi. Wauw. Prachtig. Chic. Whatever, het is kapot. Je hebt het kapot gemaakt, hè? Dan komt in mijn kot en dan maakt hij de lampen kapot. Kijk. Dat is al een week kapot. Nee, een week. Ja, een week bijna zo. Ja. Kapot. Het ziet er wel gezelliger uit op camera dan in het echt. In het echt is het donker. In het echt zukt het. Dat is echt. Maar bedankt om het te maken, dat Lina. Dank je wel. Wilt je zien wat er allemaal in mijn chaco zit? Bij deze. Oké. Ik ben benieuwd. Nootjes? Mm-hmm. Een zakje met pijnstillers. Portemonnee. Mijn niks zien dan? Nee, ik ga niet sokken. Sokken, ja. Boordjes. Waar was ik Lorenzo niet meer horen. Een stuk van een oplader. En dat hoort bij dat stuk? Maar dat zit daar al op. Ik was dat kwijt volgens mij. Oké. Okay. Ja, waar is dat stuk dan? Van mij? Nee, die is van mij. Een ding waar ooit trekkers aan zaten. Dus eigenlijk is het voor de vuilbak. Dus jij rommel. Daar begint het aan de mannen. Wat is dat? Ja, vies dus, ja. Awesome. Nog een stuk. Dat is de andere dan. Water van een week geleden. Yummy. Zakdoeken? Ik moet wel één ding weten. Zwaar, hè? Wat gebeurt er met de zakdoeken? Als je één zakdoek pakt... Allee, joh. Dat wil ik niet zeggen. Wat gebeurt er met de zakdoeken? Als je één pakt, dat gaat niet, hè? Dus we pakken er twee. En waarom? Tegen oneven. Ja. Dat is logisch. Dus je pakt twee zakdoeken per keer. Nagellak, mijn sleutel, lege zakdoeken. Dat is eigenlijk voor de gebruikte. Ah ja, maar dat was mislukt precies. Is dat? Dat was het. Dat valt eigenlijk nog heel goed mee. Nee, daar is niks te doen. Ja, nee, dat weet ik, maar ik dacht dat er nog meer shit ging inzitten, maar dat valt nog goed mee. Dus eigenlijk kun je basically met zo'n klein chacoche veel meer dan met dat groot lompje. Alhoewel, nee, mijn pijnste was ook, hè. Ah, ja. Oké. Okay. Mooi. Als jij pijn hebt. Nee, maar ik pak bijna nooit pijn. En daarvoor heb je ook water nodig. Oké, weet je, er zit een beetje in. En als je pijn hebt, moet je gegeten hebben. Ah ja, nootjes. Als je Lina mee hebt, je hebt alles, hè. Je hebt gewoon en eigenlijk een hele survival kit bij. Deze wat ze nog niet heeft. Wat is dat? Zit dat er ook in? En nu? Voilà, kijk. Voilà. Dus nu, als je Lina bij hebt, is dat altijd veilig. Check dat oké. Okay. En ik zou ook... En je kunt je gsm opladen, hè. Weet wat je best ook nog meeneemt? Wat? Mijn dingen. Een spot voor als er mensen de lampen kapot zijn. Dan kun je ook lampen fixen. Ja. Ja? Dat is wel nodig hier. En misschien een andere broek. Want dat gewoon veel de vloer zo kuist. Oh, vaat is klaar, joepie. Nu al? Ik heb dat 2 minuten opgezet. Dit is daarna, dit is dat geluidje van de water is erna. Ja, dat klopt iets niet, ik heb dat net in de water opgezet. Ja, wat doe jij nu? Oei. Volgens mij nog niet even goed zijn. Wat doet aan? Die pikt je ineens vanzelf. Nee. We gaan het volgende doen met die 5 euro's. Daar gaan we nu naartoe. Ja? Ja, absoluut. Absoluut? Ga jij dat doen of ga ik dat doen? Ik ga dat doen. Ga jij dat doen? Ja. Deze? Nee, ja. Ja? Ja. Deze? Ja. Je lacht in mij, hè. Ja. Ik heb niks. Na mijn smalle katen, want ik moet normaal lange sokken aan doen, dan lijkt mijn katen heel. Mooi, hè? Vind je het sexy? Niet te doen. Ik denk wel dat ik zo wel mijn benen door mijn paar kan versieren, maar voor de rest heb ik niet veel kans maken. Ik denk wel dat ik nog sokjes moet hebben in deze kleur. Ja, dat is waar, ook. En dan ja. Maakt het af, denk ik. Ik kom met de camera aan, ik moet even weg. Fium! Ik moet uit pipi. Mooi, jongens, hè? Kijk, de schoenen stonden in de weg. Ik ga het ook maken in de spiegel. Wat ga je doen? Wat is dat in de spiegel? Zou je wat schoenen aan? Ja, dank u. Ik heb die... ik heb die gewoon op de kermis. Ik moet kiezen van deze rij. Precies. Kom. Zijn vooral niet veel punten, zeker? Oh, kutkop. Ik weet gewoon dat mijn schoenen niet mooi zijn. Met een auto heb ik gewonnen van de bovenste rij. Want ik kies te veel voor geschoten. Oké, okay. Op voor de muur. Wow, je staat er 10 meter vanaf. Ja. Maar ja, jij kunt een deur 10 meter laten openvliegen. Jij. Oh ja, what the fuck. Oh ja. Genie. Ah. Doe je een nee, jong? Ik drukte op het garage. Gewoon van een kloot, hoor. Mijn nagel. Je ziet gewoon een kras op mijn scherm. Dat is niet eens waar, ik zie merk een kras. We gaan naar een heel speciale plaats. Een plaats waar we op de vlog... Ja, wij twee niet, want we zijn de eerste keer eigenlijk op de vlog. Hè. Uh-huh. Eigenlijk de tweede keer, maar dat weten ze nog.
in de fitlock. Ah, nee, fitlock van ja. Nu vrijdag ga je ook daar ergens aan het landen van te zijn. Gewoon aan het zitten en het wachten de eerste keer dat hij mij zag. Dat, dus ja, dat is niet waar, de vierde keer. Dat zegt jij. Ah ja, dan, de derde keer. Ah ja, dat is wel aan. Dat zegt jij. Ja, de derde keer. Ja, jawel, de derde keer. In ieder geval, we gaan dus naar een plaats waar ik de vlog al... Ja, bijna elke vlog ben geweest. En hij is vlakbij, want we zijn net vertrokken. En we zijn er al. En we zijn er echt binnen 30 seconden. Minder. Dat is echt... Maar zij gaat het doen, hè. Zij gaat laten zien hoe dat moet. Oei. En als ze fouten, dan moet ik gewoon even bijstaan en zeggen, je moet het zo doen, want dat is belangrijk. En... Dat gaat gewoon zijn, want ik heb dat nooit gedaan. Echt? Ja. Hallo. Ik zal overal zien tegen of Mr. Terems moet dat spel weer opnieuw gaan rappen. Daar heb ik precies niet veel zin in. Ik dacht dat ik dat ging doen. Ah ja. Oké, doe maar. Nee, doe maar. Je moet er tot... Hoeveel? Ik was leeg, hè. Hoeveel staat er nu? Je moet er 90 euro in rennen. Oké, dat moet lukken. Goed, hè. Mag ik dat ook omgekeerd? Ja, moet jij doen in de vorm dat jij dat wilt. Top. Dat was 10, hè. Ah, maar dat telt voor mij. Dat is wel handig. Ik zoek daar echt in. En deze is zoals het Luna Park. Ja, leuk, hè. Stel mij het Luna Park toch anders voor. Ik haat als de pest, dus ja, dan dacht ik laat voor iemand anders dat even doen. Dus kijk genieten, ja. Eigenlijk leuk. Heb jij mij gewoon meegenomen om dingen te doen die je niet leuk vindt. Dat is niet laat op, dat is strafbaar. Als het allemaal. Kijk eens, jong. Dus eigenlijk kun je nu zeggen dat je eigenlijk mijn auto hebt getankt. Je hebt gewoon mijn auto getankt. Hallo? Hoeveel zitten we al? Ik weet het niet. 65. Volgens mij gaat dat geen 90 zijn. Nou, wel als 95 of nee, als 90 of zo. De wisp. Pa, doe dat weg. Doe dat dood. Pak een schip en slag het dood. Ja, mijn armen doen al pijn. Nu al? Ja. Nou, ik kan het zeggen, dat duurt 5 minuten en 90 euro. Ach, je zit al op de helft. Nee, is niet waar. Maar iets kijken hoe, dat is naft. Gewoon getankt worden door iemand anders, dat is, ja kijk. Dus dat wil ik even uitleggen als meisjes. Ik heb nu laten zien hoe het moet, of ja. Lina heeft laten zien hoe het moet. Dat is tanken. Dus ik doe dat elke vlog opnieuw. En vandaag heb ik laten zien hoe dat moet. En waarom doen we dat, Lina? Geen idee. Tanken? Ja. Ah, om te kunnen blijven rijden. Ah ja, kijk, om te kunnen blijven rijden. Hè. Om eigenlijk zelfs naar de plaats te rijden waar dat ik van Lina naartoe moet. Hè. Zwaar, hè? Dringend nodig. Dringend nodig, hè? Heel goed. Klopt te zien, hè? Maar ja, het is nu goed. Ik hoop echt dat je gaat schamen. Ik schaam me eigenlijk wel van de reden waarom ik het eigenlijk niet wil doen. Zo. Maar ja, het is nu zo. In ieder geval, vrijdag gaan we iets anders leuks doen. Dat is wel leuk. Dat heeft met eten te maken, maar deze... Dat is zwaar. En is het in je vingers vuil, hè? Rik eens aan je vingers. Echt? Yummy. Echt? Ik vind dat kei leuk. Normaal doe ik nog niet zo. Doe normaal. Viezerik. Wacht even. Nee. Maar als je achterneer pakt... Nee. Dat is nog beter. Gewoon nee. Oh. Ik ga eigenlijk heel de nacht blijven staan. Ja. Nee. Oh, dat is veel zout. Deze ligt rommel. Dat kap ik in. Met het weer doe je de auto toch weg waarschijnlijk. Dat maakt er geen fuck uit. Oh, deze is zo te vergelijken met snoepjes. Weet je wat ik denk? Ik ga volgende keer deze tanken, dat is echt beter. Ik ga volgende keer 98, dat is leuker om aan te raken. Kom erin. Weet je wat ik denk? Wat? Als je aan het uitstellen bent wat we gaan doen. Niks. Ah! Wat denk je? Ik zei, ik denk dat je aan het uitstellen bent wat we willen gaan doen. Allee, wat ik wil gaan doen. Allee, willen. We moeten. Wow! Heb je dat gehoord? Zij wil dat gaan doen. Dat is niet waar. Dat is gewoon niet. Ik zal wel helpen. We moeten. En liefst dat je helpt. Ja, ik zal wel helpen, zei het hem. Hallo. Je weet dat we daar een uur mee bezig zijn, hè? Dat ik in 2 keer moet rijden. We gaan naar hier gewoon. Gaan we niet? Jawel. Dat is toch al vuil. Dat is waar. Dan moet... Nee, dan kunnen we gelijk naar de car wash gaan. Oh boy. Maar gewoon erop stofzuigen, want ik heb eigenlijk de buitenkantjes gedaan. Oké? Okay? Jij stofzuigt. Please. Ja, is goed. Ik stofzuig en film. Beloofd? Dan heb ik wel rap klaar. Oké, okay, maar ja. we gaan nu naar huis. En we gaan eigenlijk gewoon allemaal stomme dingen doen. Ja, eigenlijk wel. We zijn er kei dingen aan het ophypen en de saaiste vlog. Maar we behalve het goede voorbeeld. We hebben wel Lina gezien, dat is waar. Hè? Absoluut. Absoluut. Dat is haar woordje. Dat is een thumbnail ook. Absoluut. Ja. Let's go! Oké. Okay.
de sleutel tot niet succes, maar... Nee, absoluut geen succes. Tot u... Ja, dat was het. Tot mijn schaamte. Ja, ik durf het niet te zeggen. Maar dat is gewoon trommelkoot. Oei. Hier werkt het lampje wel. Daar. Oh, je ziet het nu wel. Oh, ja. Absoluut. En? Mooi, hè? Maar dat is een PlayStation door. Een kerstgrief hieronder. En lege zakken, lege zakken, lege zakken. Maar dat is glas. Glas. Glas, glas. Glas, glas, glas. Kasteel Rouge van Miguel. Ja, maar Kasteel Rouge, dat is... Dat moeten we eigenlijk apart houden, hè? Ja, dat heb ik... Met liters gezopen. Maar die... Zegt hij met tot. Die kasteel... Die kasteelbier, die moet ik allemaal apart in. Dat krijg ik geld voor. Ah ja, we krijgen daar geld voor. We krijgen daar geld voor. Toch? Ja. Denk ik. Dus? Yes. Wat nu? Let's do it. Maar ik ben... Deze is eigenlijk echt niet grappig. Waarom lacht je dan? Van miserie. En nu? Oei! Je zit ook gewoon stil! Deze zakken waren nog niet gezien. Nee, dat zijn lege zakken. Maar die hebben we niet nodig. Doet die gewoon blijven leeg. Nee. Voilà, die blijven leeg. We gaan gewoon dat glas pakken. Echt gewoon. Nee, want. Wat is het? Wat Hé joh, wat is dat? Ik kom dan weg, jij viezerig. Dat was nog niet. Dat was al een keer. 300 jaar geleden. 4 jaar of zo, oké, okay, kom. Oh nee, dat licht gaat hier weer uit. Zeg, wat is dat voor een fucking mist? Kom, gaat dat licht aan, aanlopen? Ik ga je beginnen, hè? Ja? Aanlopen! Hoppa, there we go. Dat is dus eigenlijk al van die 4 jaar dat je hier bent. En hoe lang kent je mij? It was at this moment that he knew. He fucked up. Al even? Nee, niet eens even. Een paar weken? Ja. En je bent deze aan het doen. Goeie invloed. Goeie invloed, ja. Ja. Ja, het is geweldig. We hebben wel een lege zak nodig. Voor die roesjes moeten doen. Toch? Ja. Maar niet die vieze, alsjeblieft. Maar ik zal een proper zoeken. Check even. Zoeken. Kijk. Wil ik het zien? Ik had die camera vast met één hand. Oh ja. Die is proper, hè? Deze zijn roesjes. Met deze zak kan we geld maken. Deze zak kan ons rijk maken. Ja. Wat is dat? Een bal. Oh my god, ik wil dat. Dat lijkt op u. Maar hoezo lijkt dat op mij? Thank you. Ah ja, dat is een beetje van dingen van gaming, denk ik. Oké, mag ik dat? Ja, je mag het hebben. Oké. Ik ga dat aan mijn broer geven. En dan deze, voor de veiligheid. Dat gaan we aan doen, hè. Zometeen. Absoluut niet. Jawel. Hé, hey, dus voor de mensen hun veiligheid en de omstanders. En kijk eens aan. Dat is van de lijn. Ik kan niet anders. Dat moeten we aandoen. Jij mocht dat aandoen. Dat is belangrijk. Ik vind wel dat de mensen moeten weten dat het een potentieel gevaar kan zijn als ze bij mij bij de glasbak staan. Kijk, met de knuffel gaan we die doen. We? Jij gaat die doen. Nee, we gaan die naam geven. Maar je zei we aan het zeggen, hè. Ze denken de mensen dat wij inderdaad we zijn. Dat is niet zo, hè. Ik snap je. Nee. Ah. Dus hoe ga jij die noemen? Ik zou hem... Lina gewoon eigenlijk. Ik lijk daar niet eens op. Ik weet het niet. Als je echt goed kijkt. Ik weet het niet. Als je echt goed kijkt. Oh nee, toch? De ogen lijken wel, ja. Net hetzelfde. Geel met glitter. Kijk op banken, kijk naar de camera. Die blijft gewoon staan? Ja. Terwijl hij niet blijft staan, man. Dan kan je benen. Ja, dan kan mijn bankrekening benen gaan. Maar je stelt voor die lens breed zo. Van mijn schoonheid. Zeg. Zwaar met. Dat is echt... Ja, maar ja, je hebt gelijk. Absoluut. Mooi woordje. Mooi woordje van de vlog. Absoluut. Ook op mijn thumbnail. Ik zet gewoon... Ik ga zoiets van een foto maken met dat beestje. We noemen die absoluut! Waarom stop je daarvoor? Ah ja, omdat we naar links moeten. Nee, ik ga naar links moeten, maar eigenlijk was het ook wel een mooie stop voor de aan te kondigen, absoluut. Toch? Absoluut! Ja, ik ga die absoluutje absoluutje? Doen. Kijk. Absoluutje? Absoluutje. Ja. Ziet je, we hebben die naam gegeven. Ja, we.
Pas op met jouw hond achter je. Dat is dus eigenlijk geen hond. Hallo. Ja, ja. Wat? We hebben die absoluutje genoemd. Ja. We. Eigenlijk jij. Ja, voilà. Ik. Niet we. Er is geen we. Alleen maar als je een glas wegdoet. Nee. Dan gaan we het glas wegdoen. Maar anders is er geen we. Dat is niet waar. Hé, hey, wow. Daar was een wc. Wow, ja. Zot. Wacht. Wow. 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 Wow, ja. Maar nu doet hij alsof ik daar. Daar. Wow, ja. Wow, ja. What the fuck? Zie. Wow, ja. Wow, ja. Hey, wow, ja. Wow, ja. Wacht even. Wow, ja. Wow, ja. Wow, ja. Zie, ja. Oh ja! Oh ja! Oh, oh jong! Hé, hey, dat kunnen we meemaken samen! We hebben dat gezien! Ik heb dat gezien! Lina! Absoluut hè! We hebben dat met ons drie gezien! Absoluutje, jij en ik! Oh jong! Het is wel niet goed afgebakend, want je ziet langs de zijkant. Ja, dat is misschien de bedoeling. Nee, mooi! Mooi ja! Lach me anders. Oh, de glasbollen! Oh, we moeten dat sorteren in wit en groen. Okay. Wit en gekleurd bedoel ik. Als je kleren te veel hebt, dat kan ook, hè. Daar heb ik over het laatste voorbeeld vuilniszakken ingevoerd. Allee, ik, papa. Ook we. Veel bufferen wel, hè. We hebben dat gedaan. We hebben dat gedaan, maar ik was aan het kijken. Tot nu toe heb je vandaag al meer gedaan dan mij. Dus eigenlijk moet ik zwijgen. Absoluut. Dat we die auto niet meer gaan stofzuigen vandaag, dat heb ik al... Geen zin meer. Als ik deze zie, moet nog eens terugkomen. Hè. Dan denk je dat ik al gedaan heb. Je bent echt lui. In ieder geval, nee, is niet lui. Dat is gewoon van... Ik moet nog eten. Ja, dat is juist. Ik heb nog een beetje rust voordat ik in mijn bed kruip. Snap je? Het zou nogthans komisch zijn. Wat? Als we samen de auto gaan kruisen. Allee, jij. Dan doen we een andere keer. Dan is niet we, dan bent jij. Dat doen we een andere keer. Ik schaam me echt. Je bent zo precies zo een iemand van de gemeente. Zie je papselmans? Chic hè? Met van de gemeente zit ze. Chic joh. En nu? Sorteren hè? Geld. Geld. Dat kan niet. Genieten. Vieze pot. Geen geld. Eh, what the fuck. Kijk welke kleur dat heeft. Dat is nog maar rood. Geen geld. Waar moeten we daarmee naartoe eigenlijk? Ik weet het niet. Wacht even. Oh. Oh nee. Die kent mij al. Ik ben genaaid, hè. Ja. Ook zo die fleurvest uit. Ja, dat is waar, mijn fleurvest. Wacht, ik ga even hier zitten. En dan gaan we geld maken. Kijk, hoor. Eet je graag spaghetti? Wat? Eet je graag spaghetti? Ja, waarom? We zijn goed bezig, of ja, Lina is goed bezig. Absoluut. En ik ga even verder doen, want anders gaat het nog lang duren. We zijn ready. Dat hebben we al. Het is al voor de helft. En we moeten nog. We moeten nog aan. Hè. Dat zullen we wel hebben. Een heel leger. Ja, aan flesjes. Die geld opleveren. We weten alleen nog niet hoeveel. Ik denk niet dat dat veel gaat zijn. In ieder geval, het is iets. Voilà. Het is iets, ja. Oké, de volgende aflevering niet bedoelde voor. Stel je voor, twee afleveringen keihard glas. Nee, de volgende lading halen en dan weten we hoeveel we in totaal hebben. Kijk, dit is toch al een euro. Stel als 10 cent. Ja? Nee, ik ben bullshit aan het praten. Ja, stel dat 10 cent is, dan is dat maar 4 euro of zo. Dat zijn maar 40 flesjes. Hè. Ja. En het gaat maar zoiets zijn, ze. Alhoewel, 25 cent of zo. Ik ga even op zoek in de auto. Ja, maar oké, we gaan nu de volgende lading halen. Ik heb mijn handen. Oeh. Dat is hetgeen wat we bijeen hebben. Dat is echt keiveel. Er zijn twee van die al die zakken vol. Dus ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Binnen 3 weken. Ja, wat hebben we vandaag geleerd? Punt 1. Ja. Zeg het eens. Ja, ik moet eerst zeggen zoals Piet en dan moet hij dat herhalen. Hè. Ik kan dat niet weten. Zoals Piet. Dat is dat toch ook altijd? Er is maar één ding dat je moet leren vandaag. En dat doe je glas weg wanneer het leeg is. En moet je in de lens zeggen, moet je in de camera kijken. Doe je glas weg. Oh, dan kan je weer praten. Doe je glas weg wanneer het leeg is.
Wanneer het leeg is. Ja, liefst wanneer het leeg is. En niet als het half vol is en dan bijhouden voor 3 jaar. Zoals ik dat heb gedaan. Dus ja, dat is misschien wel een goede tip eigenlijk. Maar we gaan hier de vlog afsluiten. Want ja, er is niet veel meer we gaan doen. We gaan niet meer naar de stofzuiger, naar de car. Dus, wacht, sluiten we de vlog af. Oei, oei. Ga jij doen? Absoluutje. Ah ja, absoluutje komt er ook nog bij. Ja, dikke merci met. En dan hebben jullie Lina gezien. Ja. Mooi. Dikke merci om te kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je het leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Laat ook weten in de reacties wat je ervan vonden. Wat je van de kunst van Lina, van het glaswerpen, vonden jullie dat leuk? Dan laat ik het gewoon even 3 jaar staan, dan ben ik binnenkort nog eens. En Lorenzo gaat nog laten weten hoeveel geld we verdiend hebben. Ah ja, nog laten. Ah ja, dat is waar. Dat is een volgende vlog. Als ze dan eens gewoon wachten dat ze terug zijn op vakantie. Ja, dat kan nog. Gaat je dat weer aan laten? Dus, ik heb 2 minuten geleden gezegd, wat hebben we vandaag geleerd? En nu zegt je... Maar jij hebt dat geleerd, ik heb het nog niet geleerd. Hè? Maar ik leer dat binnen 3 weken wel dan. Dus we gaan de vlog afzetten. En zeggen we zo altijd, om te flex de biceps. Oké, okay, ik ga met je. Oké. Okay. Dus vonden jullie deze video leuk? Een blauw duimpje omhoog. Laat weten in de reacties wat jullie hiervan vonden. Oh my, die gaat bijna tegen de wc daar. Laat een reactie achter wat jullie van deze video vonden. En dan zeg ik zoals altijd, flex die biceps. En joejoe! Figuur.